Wat is er nieuw in SketchUp 2019? Welke verschillende licenties en versies zijn er? Hoi, ik ben Peter van SketchUp3D.be. In deze video, tweede video over wat is er nieuw in SketchUp 2019, gaan we vooral kijken naar wat is het verschil in SketchUp licenties en mogelijke nieuwe SketchUp versies. Dus, wat is er nieuw? Wel, er is iets dat noemt SketchUp Shop. Je hebt misschien al wel gezien dat er een versie van SketchUp is in de browser. En dat heb je een vrije, gratis versie van en een betalende versie van Shop. Dat is alleen op web, alleen in de browser. Ja. Daarnaast hebben we SketchUp Pro, klassieke licentie. Dat betekent dat je een desktop versie hebt, hè, zoals nu van SketchUp. En een klassieke licentie betekent je hebt een licentie gekocht. Jij bent eigenaar van die licentie en dus SketchUp. En deze licentie zou voor eeuwig geldig zijn. Nu, dat vind ik altijd gevaarlijk om te zeggen, omdat we met software werken en de levensduur van software vandaag is 3 jaar. Dus betekent, ja, je koopt vandaag een licentie en dat zie je vooral op Mac. Zij brengen ook elk jaar een nieuwe OS-versie uit. Dus je hebt nu SketchUp 2019, die werkt op de 10.14. Hè. En binnen 3 jaar hebben we misschien 10.17, maar je huidige SketchUp 2019-versie, de kans is klein dat die nog op die 10.17 of 18 macOS zal werken. Dus daarom is het belangrijk om je maintenance te verlengen en zo verder, zodat je altijd gebruik kan maken van die nieuwe versies. Maar in principe, een klassieke licentie is, je koopt een licentie, jij bent eigenaar en je gebruikt hoe en waar je wil, hoe lang je wil, met rekening te houden dat er wel een bepaalde levensduur is aan software vandaag. Daarnaast hebben we vanaf nu ook de mogelijkheid voor nieuwe aankopen om met een subscription te werken. Dus betekent, je betaalt, je gebruikt, je betaalt niet meer, je gebruikt niet meer. Dus je huurt SketchUp om te gebruiken. Voordeel is wel dat je initiële investering lager is. Het voordeel is ook dat je altijd met de laatste nieuwe versie kunt werken. En er is ook een verschil in extra functionaliteiten, extra functies, extra applicaties die bruikbaar zijn tussen het classic model en het nieuwe subscription model. Nu, er gaan 2 versies komen van het subscription model, waarbij de eerste versie eigenlijk nog gewoon SketchUp Pro zal noemen. En er zal een nieuwe versie komen en dat noemt een studio versie. En die zal alle functies hebben welke SketchUp zal supporten. Nu, vandaag spreken we nog over SketchUp 2019 met het subscription model dat zal evolueren over tijd. Gaan we natuurlijk zien dat de versienummers gewoon zal verdwijnen. En dat er niet zoiets is als 1 grote release op een jaar enzovoort. Dus je gaat, zoals het misschien gewoon bent met andere dingen, gewoon regelmatig zien, hey, er is een update. En zolang dat je subscription actief is, kan je gebruik maken van SketchUp en de nieuwste updates die er zijn. Ik begrijp dat bepaalde mensen blij gaan zijn dat er nu voor SketchUp een subscription model is, omdat het een lagere investering is om te starten. En dat je ook weet, oké, per jaar kost het mij zoveel en dat het makkelijker te budgetteren is. Ik weet ook dat er mensen zijn die zeggen, oh nee, we hadden gehoopt dat ik nooit kwam bij SketchUp. Wel, the time has come. Hè. Vanaf nu werken we met een subscription. Of beter gezegd, de 2 systemen gaan nog een tijd naast elkaar blijven bestaan. Dus heb je nu SketchUp 2018, ontvang je een 2019 Classic License. En die Classic License, dat systeem, gaat nog een aantal jaren
bestaan voor bestaande gebruikers. Vandaag kan je, als je een nieuwe koopt, kiezen tussen Classic of Subscription. Maar er zal een bepaald moment komen dat er geen nieuwe Classics meer gekocht kunnen worden en het alleen nog Subscriptions zijn. Maar vandaag, 2019, het jaar 2019, zullen de twee systemen zeker naast elkaar blijven bestaan. Dus ik hoop met deze introductie jou een idee te geven tussen het verschil, hey, wat is een Classic License en wat is een Subscription, voor- en nadelen. Nu, als we dan gaan kijken naar wat zijn de verschillen in functionaliteiten. In de eerste video over, hey, wat is het verschil tussen SketchUp, of wat zijn de nieuwigheden in SketchUp 2019, hebben we het vooral gehad over de nieuwe functies. Nu gaan we kijken, wat zijn de verschillen tussen SketchUp Pro in Classic License, en wat zijn de verschillen naar SketchUp Pro als een subscription. Dus, SketchUp Pro Classic, standaard investering is vandaag nog €636, exclusief de korting. En een jaar ten maintenance is €110 op dit moment. Dat is februari 2019. Dus daarmee heb je jouw blijvende licentie op SketchUp Pro als een desktop applicatie. Ga je naar subscription, dan heb je natuurlijk ook toegang tot die desktop applicatie. Bij de investering voor een subscription is standaard €274 per jaar, prijzen exclusief BTW. Dus in beide gevallen ontvang je gewoon een klassieke SketchUp installer die je toegang geeft tot SketchUp Pro Layout en Style Builder op je desktop. Het verschil is, bij Classic krijg je een licentie en bij Subscription krijg je een login. Dat zijn de twee grote verschillen. Daarnaast weten we, heb je SketchUp in de browser. SketchUp in de browser heeft dezelfde functionaliteit zoals je ze kent op je desktop. Met de beperking dat je geen layout erin hebt. Met de beperking dat je er geen plugins kan indraaien. Maar voor de rest werkt de browserversie identiek aan hoe je het op een desktop gebruikt. Nu, wat is het verschil tussen Classic en Pro? Wel, als SketchUp Classic kan je gewoon de browserversie gebruiken als free versie. En als subscription kan je de SketchUp Web gebruiken als shopversie. En daar bedoel ik mee dat alle betalende features die kunnen unlocked worden in de webapplicatie ook beschikbaar voor jou zijn met een subscription. Daarnaast hebben we Mobile Viewer. Vroeger was de SketchUp Mobile Viewer betalend. Deze is nu gratis. En zowel voor Pro als Classic als Subscription kan je de Mobile Viewer gratis gaan gebruiken. Dus op je iPad of smartphone kan je je SketchUp model laden en laten zien. Met dat verschil dat je met de Subscription versie ook de AR versie, de Augmented Reality functies hebt. Dus als je bijvoorbeeld aan het kijken was om het gebruik van Cubity, wel, eigenlijk biedt de SketchUp AR Viewer bijna dezelfde functionaliteit. Dan hebben we de SketchUp Viewer voor desktop te koppelen aan VR headsets zoals de Oculus, de Vive en de HoloLens. Deze zijn niet included in een Classic License, maar zijn wel included in een subscription. Dus dat betekent dat jij je SketchUp model in een VR bril kan live in VR bewandelen of bekijken. Collaboration, samenwerken. Wel, Trimble Connect is op zich niet nieuw, maar komt nu wel als een belangrijk onderdeel van SketchUp. Dus ja, je kan Trimble Connect gebruiken met een Classic License. Alleen is het dan eigenlijk gelimiteerd tot
één project, persoonlijk gebruik eigenlijk. En heb je een subscription, dan heb je volledige access tot Trimble Connect as business. Dat betekent dat je eigenlijk ongelimiteerd gebruik kan maken van Trimble Connect en opslagen van data in de cloud. Ik ga je dus dadelijk nog meer uitleggen wat Trimble Connect is en wat jij er kan mee doen. En hiermee heb je eigenlijk een volledig abonnement op Trimble Connect. Support blijft hetzelfde tussen Classic en Subscription op zich. Alleen hè, is het zo dat je alleen support krijgt zolang je betaalt bij Classic. Hè. En natuurlijk bij Subscription geldt het net hetzelfde. Dus dat zijn eigenlijk de twee grote verschillen tussen Classic en Subscription. Dus in het Classic model heb je gewoon eigenlijk de standaard SketchUp. En heb je Subscription, krijg je nu extra features en waarde erin. Dus nog even overlopen. SketchUp Pro als Subscription. Alleen beschikbaar nu als een nieuwe aankoop. Standaardprijs van €274 per jaar, exclusief BTW. Biedt de functionaliteit zoals de Classic, maar dan met meer extra functies. Je hebt geen licentie meer in, maar een login, welke je Trimble ID is. En you pay, you play. Dus je betaalt, dan kan je het gebruiken. Stop je met betalen, dan stopt het gebruik. Eigenlijk hetzelfde zoals we gewoon zijn met een telefoonabonnement, Netflix en andere zaken die we vandaag heel veel gebruiken. En in de toekomst zal je op zich ook geen versies meer zien. Je hebt gewoon SketchUp Pro Subscription of SketchUp Studio Subscription. Dus dat in kort over SketchUp Pro Subscriptions. En nogmaals, wat heb je dan en wat heb je dan niet? Dus Classic betekent SketchUp Pro Layout en Style Builder, 3D Warehouse en Extension Warehouse. Channel Support, dus support bij problemen en de Mobile Viewer. Trimble Connect als een gelimiteerd tot één project en access tot de Learn Campus, maar opnieuw tot niet alle content. Subscription. SketchUp Pro Layout Style Builder. Volledige toegang tot de webversie, die de Warehouse Extension Warehouse. Support Trimble Connect as Business, dus full support. Volledige toegang tot Learn and Campus. De Mobile Viewer met AR en de Mixed Reality Viewer, dus support voor headsets. Dus deze twee zijn eigenlijk het verschil tussen Classic en Subscription. Trimble ID. Nu, tot heden en nu nog steeds heb je waarschijnlijk 3D Warehouse of Extension Warehouse vooral gebruikt met je Google ID. Je gaat nog altijd Google ID's terugvinden of de mogelijkheid vinden om met je Google ID in te loggen. Alleen over tijd is het doel dat we overschakelen naar een Trimble ID. En op het moment dat je met een subscription aan de slag gaat, is het sowieso een Trimble ID dat je zal moeten gebruiken. En een Trimble ID is niets anders dan een e-mailadres met een paswoord, maar dan dat je gebruikt voor Trimble. En wat laat dat toe? Wel, laat dat toe om al de services die rond SketchUp te zitten en Trimble, om dat onder één login te stoppen. Zoals 3D Warehouse en Extension Warehouse, maar vanaf 2019 misschien belangrijker ook voor Trimble Connect. En op het moment dat je een subscription gaat, dan is de Trimble Connect uiteindelijk ook jouw licentie uiteindelijk, of de login daartoe. En uiteindelijk is het doel om de Google login hiermee te vervangen. Wat is dan Trimble Connect? Er is veel meer over te vertellen dan ik nu zal doen, maar om het kort te houden is het zo. Uiteindelijk is Trimble Connect een 3D BIM oplossing online. Dus eerst en vooral betekent dat cloud opslag. Dus je kan je modellen naar 3D Warehouse uploaden. Maar
in een businessomgeving, hè, is het misschien handiger om die op Trimble Connect te gaan uploaden. Want dat betekent dat je dan ook daar overal toegang hebt tot je SketchUp-bestanden en andere bestanden. Maar dat het ook mogelijk wordt om samen te werken met andere personen op eenzelfde project. En dat iedereen zijn eigen stukje van dat project doet. Zodat je verschillende losse onderdeeltjes hebt die uiteindelijk één geheel gaan vormen. Version control. Hè. Je kan Trimble Connect gebruiken als version control. Dus je kan verschillende versies van eenzelfde project saven naar de cloud. Alhoewel je maar één SketchUp versie of file hebt. Maar online, hè, kan je verschillende versies gaan hebben om later terug te komen. Daarnaast, hè, is het eigenlijk gewoon ook een online management tool van je project. Mogelijkheid om comments te plaatsen op het 3D-model, een to-do-list te maken, alle basisfunctionaliteit die je daar nodig hebt. En je kan het eigenlijk ook gebruiken om 2D- en 3D-formaten om te zetten. Dus ja, hè, je hebt een Revit-model, hoe krijg je dat in SketchUp? Om dat zo te proberen, heel moeilijk verhaal, maar Trimble Connect connect ook naar Revit, dus daar kan je het Revit-model uploaden, Trimble Connect en van SketchUp gewoon eigenlijk downloaden. SketchUp doet dit, zet het terug, Trimble Connect, en in Revit kan men het bijvoorbeeld ook terughalen. Dus het is ook een tool om bepaalde 3D-formaten of 2D-formaten eigenlijk gaan om te zetten. Dus in de praktijk betekent dat, dus er is ook een Trimble Connect toolbar waar je alle functies hebt, modellen downloaden, uploaden, referenties, XREF modellen plaatsen of een online viewer waar je dan je projecten kan managen, je files bekijken. Zoals dit projectje dat we net hadden geüpload. En heb je gewoon een webviewer, zoals de SketchUp viewer eigenlijk, waarmee je het 3D-model eerst kan bekijken. Je kan daarin meten, je staat nog in feed, maar je kan erin meten, je kan er to-do-lijstjes aan hangen. Je kan er uiteindelijk heel veel dingen mee doen. En ik zal wel een aparte video maken om alle functionaliteiten van Trimble Connect eens uit te leggen. Maar die biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden als je wilt samenwerken met meerdere aan één project. Dus dat in het kort over Trimble Connect. Daarnaast gaan we ook een studioversie hebben. En een studioversie is SketchUp Pro Subscription. Dus alle dingen die we al hebben gezien. Plus Sapphire. Wat is Sapphire? Sapphire is vooral een tool voor architecten bedoeld om energie-efficiënte gebouwen en huizen te ontwikkelen. Wat is het grote voordeel van Sapphire? Is dat het je SketchUp model neemt en bijna in real time jou kan laten weten wat is het energiegebruik of wat is de energieefficiëntie van jouw ontwerp. Er bestaan andere software die dat ook doet, maar Sapphire doet dat eigenlijk in real time op je SketchUp model. Andere software ook, maar heeft dan soms een dag nodig om het te berekenen. Maar Sapphire is zo goed als real-time berekening. Naast energieefficiëntie kan je er ook lichtberekeningen en zo verder mee doen. SketchUp Studio Subscription gaat €1199 exclusief btw per jaar zijn. Maar daarmee heb je een hele bundel en Sapphire vroeger alleen was meer dan dit bedrag. Dus het is uiteindelijk een mooie bundel als je hiervan gebruik kan maken. En in de toekomst gaan er nog extra tools bij komen in Studio. Dus even samengevat, hè, wat is belangrijk? We krijgen een SketchUp Classic License, wat elke SketchUp gebruiker vandaag sowieso al heeft.
En voor nieuwe aankopen heb je mogelijk het subscription model. Voorlopig blijven de twee naast elkaar bestaan. En het grote verschil is 1. Het investeringsbedrag. 2. Classic betekent je bent eigenaar. Subscription betekent ik huur. En bij subscription zijn er een aantal voordelen en extra's die je kan gaan gebruiken. Nog enkele belangrijke dingen voor netwerklicenties. Heb je een SketchUp netwerklicentie, dan ontvang je een SketchUp Classic netwerklicentie. Dus het blijft een klassieke key. Er is momenteel nog geen idee of oplossing naar hoe subscriptions en netwerklicenties zullen gaan werken in de toekomst. Wel belangrijk is te weten dat de renew-prijs, de maintenance van 200 en iets euro's naar 366 euro exclusief BTW per seat zal gaan vanaf nu. Zo, ik hoop je hiermee geïnformeerd te hebben over wat is nieuw in SketchUp 2019 en wat het verschil is tussen Classic en een subscription. 2019 zien we vooral als een transformatiejaar. Het zal eerst een tijdje duren dat iedereen een beetje gewend of bekend is met Classic en subscription, wat de verschillen zijn. Ben je vandaag een SketchUp 2018 gebruiker, en dan weet je dat je recht hebt met een geldige maintenance op een Classic 2019. En als je vraag vandaag is, vandaag 6 februari 2019, hoe kan ik van een Classic naar een subscription, dan moet ik spijtig genoeg jou het antwoord schuldig zijn. Daar is vandaag nog geen voorstel / oplossing voor. En ja, dat is aan één kant spijtig en niet handig. Maar zoals ik zei, het is een transitieperiode. We moeten eerst even zelf Classic en subscription zien uit te vinden hoe het juist allemaal gaat werken. En wanneer de tijd klaar is, zal Trimble SketchUp zeker met een voorstel komen hoe je van een Classic naar een subscription zou kunnen overstappen als je dat wenst te doen. En aan welke voorwaarden dat dan zou zijn. Zo. Dus ik hoop je hiermee op de hoogte hebben gebracht van wat is nieuw in SketchUp 2019. En wanneer wij jullie SketchUp 2019 Classic License ontvangen, zullen wij ze natuurlijk ook zo spoedig mogelijk verdelen.